Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is net wakker? Wat zeg je? Je bent pas net wakker natuurlijk. Dat valt on zich nog wel mee. Maar het is 7:15. Mm-hmm. Daar gaan we naartoe, Tess. We gaan naar Ermelo. Dit keer niet voor het horse event of een event, maar dat zoek je. Er viel van alles tegen mijn been aan, dus ik denk, oeps, gebeurt er iets wat er niet moet gebeuren. Dat dacht ik. Maar niet voor het horse event. Oh, waarvoor dan? Voor mijn eigen wedstrijd, want ik ga het NK rijden. En hoe zenuwachtig ben je op een schaal van 0 tot 10? Ik denk dat het op dit moment nog een 3 is. Oh, dat valt nog wel mee. Alleen kan al niet meer helder nadenken. Dat is op dit moment. Want ik mocht geen therapiedeken meer gaan pakken van je. Nee. Ik moest de auto starten en we moesten op weg, omdat ze anders het idee heeft dat ze te laat komt. Nou ja, anders had ik geen tijd om nog extra te wassen en zo. Ja, nou, je hebt tijd zat, want je bent 2,5 uur van tevoren aanwezig. Op Ermelo, ja, maar niet op stand. Nee, dus op Ermelo. Dan hoef je alleen maar te knotten. Ja. Dus je had heus wel te gehad om even een therapiedek op te zoeken. Ik wil me graag aan mijn planning houden. Ik merk het. We waren al 10 minuten te laat. Ja, je wilde 7:05 eigenlijk weg. Ja. Je was om 6:00 je bed uit. Ja. Ik om 6:30. Maar ik was bij je en Lotte was bij je. Hoe was dat? Ja, gezellig. We hebben gepraat over Avatar en over Pippi Langkous die een nieuw liedje heeft. Dus Heel spannend allemaal. Dus nu op weg naar stal. Ja. En dan ga je pony voor de tweede keer wassen. Dat heb je gisteravond ook gedaan. Beter maar schoon zijn, zullen we maar zeggen. Precies. En dan gaan we naar Ermelo. Yes. Ik wist niet eens dat het een secret was. Nou, nu wel. We gaan even kijken wat Tess aan het doen is. Ik weet wel wat ze aan het doen is. Is de pony aan het wassen? Pony is het er niet mee eens. Tadaa! Dus ze moet een witte staart hebben. Een soort met de zilver shampoo gewassen. Tess die heeft er een witte shirtje aan. En geen vest eroverheen. Vindt echt een goed idee? Ja, zegt ze. Als je een vest Ja, maar als je nu een vies shirt krijgt, is het misschien ook niet alles. Ik heb 2 extra t-shirts bij me. Oké. Nou ja, oké. Misschien had je die dan even aan moeten trekken. Ja. Een ander shirtje had misschien beter geweest dan. Ik zie dat de body toch ook nog hier even gewassen moet worden, ja, of niet? Ja, is echt een vies. Zou jij misschien een beetje pakken? Een beetje pakken. Heb je ook sleutels bij je of niet? Ik ga ze pakken. Blondie moet nog ontbijten, dus ik heb een emmertje Bix. Het is wel iets voor vanmiddag, Blondie. Ik moet een beetje over praten. Zo, dus je wacht de helft. Weet je dat? En dan word je gewassen. Ik krijg ook nog ontbijt. Nou, dat is lekker, hè? Ze gaat al. Ik moet alleen even de peeskappen pakken. Oké. Pak jij even peeskappen. Kilometer. Ja, zeker. Anderhalf uur. Ja. Maar iets langer, want we zijn met de trailer. Pak even je lijstje. Ik heb 2:15 voorgenomen, dus. Heel goed. En dan moet je 8 knotten maken. En je moet je shirt wisselen, want die is nu vies. Ja, we hebben alles. Wat zeg je? We hebben alles. Heb je het getikt? Ja. Zadel, single cap, laarzen, sporen, laars, schoonmaakspullen zat er sowieso in. Dekje, peeskappen, poetstas, jasje, witte handschoenen, emmer, kwikknots, eigen knotspullen. Oh, dan moet ik even kijken wat er moet. Ik bedoel maar. Heb je nou de therapiedeken nog gevonden? Nee. Nou, ben ik ook niet naar op zoek geweest. Nou, okay. Voor een paspoort. Dus we kunnen? Ja. Check, check, dubbel check. Dus we gaan met de boer. Op de boer. Naar Ermelo! Oké, let's go. Zijn jullie aangekomen? Blondie staat in haar stapje.
Nee, je kan niet bewegen. En ik ga even knotten en mama gaat aanhouden. En Daan die komt over een half uurtje. Test is klaar. De knotten. Die is nu een eierkoek aan het eten met kaneel. Kaneel. We gaan nog een bosje maken. Ja, er zijn veel botsingen hier. De rest heeft geen voorrang meer. Kijk uit, die mevrouw is aan het roepen. Dus wij zijn even naar het dressuurterrein op verkenning. Ik ben al geweest. Maar we, ze zien we heel Tess. Hallo? Ja? Misschien kan je hier blijven. We zijn nu even naar het losrijterrein. Dan kan Tess even kijken waar ze moet rijden. Ik ben er al geweest. Maar we gaan eventjes nog een keer kijken. We zijn bij de ring waar... In die ring, laten we starten. En daar is het losrijterrein. Oh, daarheen. Nou, daar was het. Ja, dat was het. Ik heb niet heel veel meer te zeggen. Zo spannend is het. Ah, hier zit hoor. Ik ging net naar de wc's, maar de wc's zijn hier dus ook genderneutraal. Ja, en dat is een soort half jurk. Ja, zo. Maar we stonden denk ik ook met z'n 20 in de rij voor het damestoilet en bij de heren was er niemand. Maar er stond dan ook op een rokje, weet je wel. Dan is er daar één toilet. Oké. Wat is je... Nu weet ik het niet meer. Ja. Wat is je plan voor het losrijden, Tess? Dat ik ontspannen kan rijden. En dat we... Heb je nog bepaalde oefeningen dat je denkt, die kan ik daarvoor gebruiken voor mijn doel? Dat je zegt, als ik dat en dat doe, dan kan ik haar helpen om de ontspanning wat makkelijker te bereiken. Niet dat ik zo 1, 2, 3 weet. Nee, niet. Denk er maar over na. Stel je bent thuis aan het losrijden, waar begin je dan mee? Met wat voor dingen? Stappen aan een lange teugel. Ja? Heb je een rondje gestapt aan een lange teugel? Dat ga je straks hier ook doen. En dan? Pak ik erop. Ja. Ja, zeker. Even blondie. Dus je pakt ze op. En waar ga je dan mee beginnen? Met het voorwaarts rijden en twee kuiten eraan en er me zeggen waar mijn hand staat. Ja, dus je biedt je verbinding gelijk aan. Je hebt hem tussen twee benen. En een paar overgangen misschien? Ja. Kijken of je misschien op het veld dadelijk een beetje slangenvoltes kan rijden. Ja. Grote voltes. Waarin je dan zo'n beetje naar buiten toe kan drukken. Dat je wat buiging in het lijf krijgt. Als we het lijf ietsje losser maken, dan komt het de hals ook. Ja, ik heb hem. Op welk gaatje wil je? 5. Oké, dan doe ik er nu nog even op 2, hè? Doe hem straks op 5. Goed zo. Nou, trek jij lekker je spulletjes aan. Au. Lieve meisje. En je kan bijvoorbeeld best ook zeggen als ze een beetje fris is, dat je alvast een stukje doet galopperen. Ja. Dat je zo een beetje de energie kwijtraakt. En van het galopperen wordt de rug vaak ook wat losser. Ja. Mag ik dan eerst stiftjes van jou? Yes. Yes. Nou, we hebben wel lekker weer vandaag. 1, 2, 3. Lieve blondetje. Heb jij je laars schoongemaakt? Nee, ik heb laars schoonmaakspul bij me. Mijn laars moet even naar de laarsmaker. En nog steeds het raceje. Nou, Tessa die rijdt zo dadelijk op gras. Dus dan draaien we, en Blondie heeft ijzers, dan draaien we er stiften in, kalkoenen. Die zorgen er eigenlijk dadelijk voor dat Blondie op het gras ietsje meer grip heeft. Dat ze met de gladde ijzers niet uit zal glijden over het gras. Het heeft best een beetje geregend van de week. Dus het gras zal redelijk vochtig zijn. Daarom hebben we ze ook met een klein puntje erop. Om echt voor die extra grip voor Blondie te zorgen.
Nu is het wel leuk als jij dan zeg maar gewoon meteen meewerkt. Alsje? Nee, die stift, dat die meewerkt. Oeh. Zo. Hebben jullie iets van een doekje of een handdoekje bij je? Ah. Dank je. Sorry. Wat? Ik was er wel weer met thuis die op hoor. Het is voor een zadel schoonmaken. Ik gebruik alleen het puntje. Zo. Ja, 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 ja. Moet jij helpen, Tess, of gaat dat helemaal goed komen? Ik denk dat het lukt. Let op. Ik denk dat we helemaal precies ook mooi op tijd lopen. Misschien iets meer naar de andere kant doorkomen. Ja, ik zou lekker de andere kant op lopen, Tess. Oké, ik heb het lesschriftje bij me. Boekje hebben we bij ons. Oké, nou lopen we. Hoi. Dan ga ik jou deze wel geven, Tess. Dan kan jij die onderweg... Ja. Zal ik haar dan meenemen? Ja, is goed. Dan kan jij je oortjes in doen. Ja, ik denk we lopen zo om de tent heen daarin. Anders moet je langs Medal Plaza. Lieve Blondie. Kom. Heb je hem? Ja. Nou, neem hem maar mee. En dan ga je... Hoi, hoi. Om de tent heen. Ja. Kunnen we door de stal heen? Ja, maar ik denk dat je linksaf moet. Dan kun je om de stal heen. Want anders kom je alsnog weer rechts uit op... Oh ja. Bij de medaille. Had jij hem al aangezet, dus? Moet je me 5 seconden ingedrukt houden, dan is die aan. Volgens mij is die aan. Zal ik hem dan ook aanzetten? Dat is fijn. Ja. Kijk, dat is mooi. Ik hoor jou, jij hoort mij. Dus je gaat straks gewoon lekker zitten. Lekker rijden. Alles om je heen bestaat niet. Alleen jij en je pony. Oh ja. Ja, zal ik hem vaststellen, Tess? Ja, is goed. Zie je zakken die stiftjes mooie grond in. Verlini, je mag ook komen. Kijk even voor de zekerheid of ik hem op het goede gaatje gedaan heb. Ja. Lieve Blondie. Ja. Wauw. 6. Je mag nog wel komen. Blondie. Heb je? Ja. Goed erin. Oh, ja. Ja, toppie. Geen kinderen omver lopen. Ja, we zullen erop zijn. En anders zegt Blondie gewoon tutuut. Ineens een neusje in je rug. Wat zei je? Ineens een neusje in je rug. Ja. Nou, het ziet er deftig uit. Sander mag! Yay. Yay. Ik hou ervan als jongetjes paardrijden. Nou, dan stap je gewoon even een keertje terrein rond. Ja. Merk je onderweg, Tess, dat ze het te spannend vindt, dan ga je gewoon rijden. Ja. Dan ga je gewoon eerst een beetje rijden. En dan doe je over een minuutje of 10 even stappen. Ja. Heb jij paspoort in je tas? Ja, maar dan moet ik het drukken. Ja, oké. Ja. Stap je zo vast een beetje langs die ringen, dan stap je helemaal naar achter. En dan kijk je even of er naast de ringen of daar nummers staan. Dan weet je meteen in welke ring je moet. Ja. Oh, de ene laatste. Nou, dat is mooi. Goed, ja, stappen maar linksom en rechtsom. Een stukje wijken. Kijk je gewoon of hier al een keer in de buurt zo'n overgangetje draf zit. Even om te controleren of ze wel aan je been is. Een mooi adem in je rug. Zo ja, en dan doe je een beetje tegen de klets, hè? Dat kan. Zo ja, goed zo. En niet alleen om haar gerust te stellen, maar ook jezelf, hè? Dat je zo in het kletsen ook een beetje blijft ademen. Goed zo, ja, stap maar naar voren, stap maar naar voren. Ja, dat je mooi voelt dat ze die beweging mee, dat ze jou meeneemt, hè? Dat jij die beweging van die rug kan gaan volgen. En naar voren. En naar voren. Zo, ja, steeds weer aan haar vragen. Zit er nog meer lengte in die rug? Zit er nog meer beweging in dat lijf? Zo, ja, goed zo. Dan pak je zo meteen de makkelijkste kant. Dus die voor jou het makkelijkste voelt om er mooi laag te houden. En dan doe je daar aandraven. En dan gebruik je dat aandraven een beetje een wending.
zodat je in een wending aandraaft. Kom maar, achterbeen naar voor, achterbeen naar voor. En recht twee teugels, achterbeen naar voor, achterbeen naar voor. Achterbeen naar voor. Zo. Achterbeen naar voor. Goed zo. Goed, achterbeen naar voor. Steeds weer. Gebruik een beetje een wending. Dan heb je iets meer controle over het lijf. Goed zo. Onder je kont door. Onder je kont door. Zo, ja. Kom maar. Ja, goed zo. En ook wel duidelijk zijn als je geen reactie krijgt, hè. Daar heb je nu even ruim een half uur de tijd voor. Naar binnen. Ja, dus dan rij je naar de B. Dan rij je naar de B om haar heen en dan doe je even bij de jury stoppen. Ging het goed? Goed zo. Zo, kom maar. Doe je alvast even draven? Oh nee, ik heb alle tijd. Het is nog niet begonnen. Ga je zo net voor de M, ga je stappen. Door je de linkerkant, door de linkerkant. Goed zo, meid. Niet op ze wachten, op kijken. Kijken ze niet, roep je naam. Roep maar, gooi je naam. Zeg goedemiddag. Hoi Tess, lekker draven. En ga op de kant rijden dat je het makkelijkst binnenrijdt, hè? Goed zo. Elke hoek is even mooi gebogen om je binnenbeen. En geniet ervan, hè? Het is ook leuk. Goed zo. Lekker om je binnenbeen gebogen. Goed zo. Ja, we gaan beginnen, Tessa. Succes! A, X, C. Binnenkomen in arbeidsdraf. A, X, C. Binnenkomen in arbeidsdraf. C, recht. Rechterhand, C, rechterhand, MXK van hand veranderen en de draf, enkele passen verruimen. Tussen A en F, arbeidsstap, tussen A en F, arbeidsstap, FE van hand veranderen en de stap, enkele passen verruimen. FE van hand veranderen, stap enkele passen verruimen. Tussen E en H, arbeidsdraf. Tussen E en H, arbeidsdraf. CXC, grote volte.
Op de volte tussen X en C, arbeidsgalop rechts. C, X, C, grote volte. Op de volte tussen X en C, arbeidsgalop rechts. B, E, B, grote volte. B, E, B, grote volte. B, E, B, grote volte. Tussen F en A, arbeidsdraf. K, B, van hand veranderen. Tussen F en A, arbeidsdraf. K, B, van hand veranderen. C, X, C, grote volte. C, X, C, grote volte. Op de volte tussen X en C, arbeidsgalop links. Op de volte tussen X en C, arbeidsgalop links. E, B, E, grote volte. E, B, E, grote volte. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen K en A. B, E, B, grote volte, hals laten strekken. B, E, B, grote volte, hals laten strekken. Hals laten strekken. Tussen B en M, teugels op maat. Tussen B en M, teugels op maat. C afwenden. Tussen B en M, teugels op maat. C afwenden. A, rechterhand. A, rechterhand. K, X, M, van hand veranderen. Draf verruimen, enkele passen. K, X, M, van hand veranderen. Draf verruimen, enkele passen. E, afwenden. B, rechterhand. E, afwenden. B, rechterhand. E, afwenden. B, rechterhand. A, afwenden en arbeidsstap. A, afwenden en arbeidsstap. Tussen X en G, halt houden en groeten. Tussen X en G, halt houden en groeten. Goed op. Zo, zijn klaar. Goed op. Mijn accu is leeg, dus ik moet even naar een andere camera. Blondie wordt eventjes afgezadeld. En dan ga ik zo even bij de prijsuitreiking kijken of Tess haar kleren om kan wisselen en dat we naar huis kunnen of dat we nog even moeten wachten. We staan aan, we zitten hier lekker. Ik heb ook een we zitten lekker op de camping. Nou, Tessa heeft zojuist de uitslagen gezien. Zoals het er nu voor staat, is Tess 7e. Dat is een hele mooie plek. Ja, hele mooie uitslag. Bedenk jezelf dat je dan, er moet er nog uitslag van 1 komen. De eerste 8 ziet er zo op de startlijst uit dat ze de eerste 8 prijs zouden hebben. Dus dan ben je 7e of 8e van Nederland. Ik denk een hele mooie score. Je hebt 66% gereden, dus je hebt ook nog eens 2 winst gehaald vandaag. Wat wil je nog meer? En dan heb je denk ik ook de B uitgereden. Ja. Ik denk dat je dan 30 winstpunten zit. 25. Ook dat mama laatst zei dat je op 28 zat. Ik zit op 25 nu. Ja, maar je wilde niet starten omdat je dan... Dat was het. Nou ja, dat maakt dan niet uit. Heb je ook nog eens de B uitgereden? Nou, is toch goed? Spannende dag geweest. Zeker. Over een kwartiertje. Oké. Loop er doorheen. Loop door. Ja. Over een kwartiertje is de prijsuitreiking. Dus we gaan zo dadelijk die kant op. Wat vind je ervan, Tess? Ik ben heel trots op hoe we het samen hebben gedaan. De plaats, daar moet ik blij mee zijn. Ben ik ook blij mee. Alleen, ja. Ja. Je bent misschien wel 7e van Nederland. Ja. En je bent ook nog een 7 van de 30 hier zo. Deden de 30 mee, ben je 7e plaats.
Je zit in de top 10. Dat is hartstikke goed. Ja. Dus je bent eigenlijk de top 10 van Nederland. Yay. Dat is hartstikke goed. En tuurlijk, hè, je komt hier allemaal naartoe om kampioen te worden. Je gaat naar de Hippiade, naar het NK, omdat je kampioen wil worden. Maar je hebt met 30 andere combinaties te maken. Ja, ook goedemorgen, Blondie. Maar je hebt er hartstikke je best voor gedaan. Ik vind ook echt dat je in de proef echt eraan gereden hebt. Dat je niet voorzichtig hebt gereden. Dat je hebt gedacht, oh ja, we kijken wel hoe het gaat. Maar dat je er echt, nou, je hebt echt voor gereden. Daar ben ik echt heel trots op. En het is je, dit jaar je eerste wedstrijdseizoen. Begin van het jaar heb je denk ik je eerste B-wedstrijd gereden. Je hebt voor het eerst regiokampioenschappen gereden. Daar word je reservekampioen. En nu ben je misschien in de top 10 van Nederland. Dat is toch cool? Ja. Dat is gewoon hartstikke goed. We gaan het protocol ophalen en misschien een prijs. Dat en weet ik niet. Een prijs? Ja. We zijn er zojuist achter gekomen dat op Medal Plaza dat daar alleen de kampioen, de reservekampioen en de derde de prijs kunnen ophalen. Dus wij zijn nu met Tess op weg naar het secretariaat om daar haar prijs op te halen. Toch, Tess? Ja. Hier zo denk ik, Tess. Hier liggen je protocollen. Oh, wacht. Ga jij in het rijtje staan? Ga jij voor je drink vragen? Zes, ring 2. B. Lucy, Vera, Natalie, Guusje, Hilberry, Levi. Astu. Dank u. Tempo te hoog, ja, dat hoort. Nee, meneer, ik weet alleen niet of ik nu een prijs krijg. Gewoon vragen en zo niet, dan dat. Gewoon vragen. Ja, het is wel leuk als je lint krijgt. Ze hebben 6, ik heb 70. 70? Ja. Oh, er stond nog één jury die er iets leuks bij zegt. De rest niet? Nee. Een smiley? Ja. En niks. Wacht. Ik ben 18 geworden en zei dat ik hier het prijs kan ophalen. En wat is het? Kijk, verzorging en 9. Ja, nou het protocol heb ik wel al, maar... Ja, ja, we zijn er mee bezig. We moeten nog een jury's hebben. Ja. We gaan toch niet? Wat zeg je? Ze zeggen nog niet. Nou, nou. Het is inmiddels een dag later. Ja, oh. Tess was een beetje moe gisteren. Een beetje. Ik kwam geen zinnig woord meer uit. Praten lukte me niet meer normaal. Ik was echt kapot. Nog steeds. Nou, nu gaat het wel weer toch. Je bent wel moe, ja. Maar gisteren was je echt helemaal kapot. Ja. Ik ben gisteren 8e geworden. Heel knap. Super trots op je. Dus het was precies in de prijzen en ik heb een heel mooi lint gewonnen. Tada. Ik heb hier ook mijn protocollen. Grappig is, er zit één jury bij en die werkt met stempeltjes. Ja. Je hebt een knipoogsmiley gekregen. Ja. Dat vond ik ook een beetje... Ik denk, ja, wat moet je daar nou precies mee? Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb wel een 9 voor mijn verzorging gekregen. Oh nee, is van een ander. Wat kan ik nog meer zeggen? Bij het NK heb je 3 juryleden. Ja, dus ik heb misschien ook kan je eventjes je protocol. Precies, en misschien kan je eventjes in ieder geval je eindcijfers opnoemen. Misschien hebben ze er nog wel iets leuks bij gezet. Bij de eerste jury heb ik 194. Ik weet niet wat er met die jury was, maar volgens mij was ze een beetje chagrijnig, want ze zei ook niet echt gezellig hoi tegen me. En die anderen die me boven de 200 hebben gegeven, die waren heel aardig. Dan de middelste, die had ik 200. Het handigste is om even te vertellen bij welke letter de jury zat. Oh. De eerste zat bij... Dat zat hier. Daar, heel groot. Daar. C. Precies, de jury C gaf jou hoeveel punten? Oh, dus dat is wel de middelste. Ja, dat is de middelste. Nou, die gaf me 194. Ik krijg een jury H. Jury H. Die gaf me 203,5. En jury M. Jury M. Die gaf me 203. Die had er ook nog iets leuks bij geschreven. Fijne pony, probeer goede balans te vinden tussen achterig. Tussen
Ja, dat kan ik niet lezen. Jawel. Staat nog iets met loperig? Nee, dat staat... Dus actief en loperig. Oh. Dat zat er. Actief en loperig. Hoe heb je het ervaren? Behalve dat je er heel moe van werd. Van alles wat eigenlijk. Want... Want de bakken die waren echt heel slecht. Ja. Ik heb dus bij C zat er gewoon een gat in de bak. Dus ik snap dat ze zeggen dat ik wat balans moet vinden. Maar dat is ook een beetje lastig als je op een letterlijk een natte aardebodem moet lopen. Dan snap ik dat het zo was. Ja. Wat ik wel heel slecht vond is dat je doordat je ook nog eens op nat gras moet rijden, moet je kalkoenen erin draaien, überhaupt op gras. En dan mag je geen peeskap aan en vervolgens heeft Blondie zich aangetikt. Ja. Dus dat vind ik echt heel erg naar. Dus ik vind eigenlijk dat als je op het gras start, dat je dan op zijn minst peeskappen om mag. Ja, ook maar... al zijn het de simpelste peeskappen. Dat ze en dan kijken ze het helemaal na, I don't care. Maar ja. Dit vind ik echt niet leuk. Wat ik ook niet leuk vond was de prijsuitreiking. Die was een beetje raar, vond ik persoonlijk. Ik snap dat je een aantal prijzen hebt, maar dat dan 1, 2 en 3 op het podium mogen komen, dat snap ik ook allemaal wel. Maar dat je dan als 4, 5, 6, 7 en 8 je prijs op mag halen bij het secretariaat, dat vind ik dan een beetje raar. Dus dat vond ik minder leuk. En voor de rest was het eigenlijk een hele leuke dag, toch? Ja. Het is ook wel grappig dat er mensen uit heel Nederland kwamen. Dus dan ook mensen met een Twents accent, met een Friesland accent. Ja, dat was heel leuk. Dat was heel grappig. Het was gezellig. Ja. Het was een klein stroodorpje. Het is wel een leuk podium gemaakt voor de prijswinnaars. En corona is omgevallen. Nee, dat denk ik niet. En nu gaan wij lekker 4 dagen uitrusten. Ja. In Apeldoorn. Met de paardjes. Lekker over de hei heen rijden. En daarna ga je starten in het L1, denk ik. Ja. Zin in? Best wel. Moet je weer 4 proeven uit je hoofd leren? Yay. Je kan het. Nou, we gaan naar Apeldoorn.